Maar voordat zij dat gaat doen, geef ik eerst het woord aan de voorzitter van het COC, Astrid Ozenbrug. Dankjewel, Clary. En welkom, lieve mensen allemaal hier in de zaal en vooral achter het scherm. Van harte welkom bij het COC's regenboogverkiezingsdebat 2021. En natuurlijk van harte welkom aan alle politici. Geweldig dat jullie er zijn. En ook geweldig dat jullie met jullie aanwezigheid laten zien dat jullie achter de Nederlandse regenbooggemeenschap staan. En welkom op ons verjaardagsfeestje. Want het is dit jaar precies 75 jaar geleden dat Bob Angelo en zijn vrienden vlak na de Tweede Wereldoorlog ons COC oprichtten. Inmiddels zijn we de oudste nog bestaande LHBTI-organisatie ter wereld. En daar ben ik best wel trots op. En dit debat is dan ook onze eerste jubileumactiviteit. Want politiek zit ook in ons DNA. En wat hebben we op dat gebied veel bereikt samen in die afgelopen 75 jaar. Een einde aan strafbaarheid. Een wettelijk discriminatieverbod. Openstelling van het huwelijk. Een wet lesbisch ouderschap. Een transgenderwet. Voorlichting op school. En binnenkort hopelijk de verankering van onze rechten in de grondwet. En op dat laatste komen we straks nog wel even terug. We beginnen zo met het debat. Want we willen natuurlijk weten wat jullie van elkaar onderscheidt. Wat de verschillen zijn. Zodat we op 17 maart een goed geïnformeerde keuze kunnen maken. Maar toch is dit debat net even anders dan andere debatten. Want we willen namelijk ook weten wat jullie bindt. Waar jullie het over eens zijn. Zodat we samen voor de verkiezingen weer een regenboog stembusakkoord sluiten met elkaar. Zodat we ook samen de komende jaren weer grote stappen vooruit kunnen zetten voor onze regenbooggemeenschap. Want samen, lieve mensen, samen staan we sterk. Dus ik ga toezeggingen tellen en daar kom ik dan straks bij jullie weer op terug. En voor de kijkers, als je nu al meer wilt weten over de standpunten van partijen, hun regenboogkandidaten en hoe ze de afgelopen jaren hebben gestemd, kijk dan op ons kieswijzer rainbowvote.nu.